Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het tijd voor de iMine server. En we zijn weer bij de Enderman Farm. En dat is de vorige keer, dacht ik. Eventjes in de goede modus gaan staan. Oké. En je kunt zien, ik heb 51 levels. En hoe krijg ik dat nou weer? Nou, ik heb als een gek netherkwartsen te verzamelen. Hele pickaxe zijn we kapot. Nou, met Unbreaking 3 heeft hij ongeveer 4 keer zoveel uses. Dat is wel 1000 oor gehakt. En daardoor ben ik level 51 gekomen. Ook deels door wat mobs killen. Maar eigenlijk totaal iets van 47 levels door alleen maar quartz te hakken. En ja. Dus laten we meteen even een enchant doen met 50 levels. Of ik kan beter iets repareren. Nu ik toch zoveel levels heb. Want ik wil die pickers wel even gaan repareren. Want of ik een diamond misschien niet meteen krijg. Is de kans niet echt zo groot. Even kijken. Die ga ik even een naam geven. Kost 37 levels. Als ik dan normale picks bij doe, wat gebeurt er dan? Hopelijk kan ik hem heel goedkoop repareren en een naam geven. Maar ik denk het niet. 32. Oh, dit is awesome. Voor 39 levels kan ik hem repareren en een naam geven. Oké, Tom's geluk. Want fortune is geluk. Onze levels zijn nu echt goed gebruikt. Maar ja, ja, ik ga nu even wat meer levels halen. Tot ik level 30 ben. En dan ga ik eventjes een pickaxe enchant. Want ik heb 9 diamonds weer gevonden. Na een hele lange tijd mijnen. Dus ja. Ik moet een keer een betere stripmine hebben. Want ik heb weer een voorraad van diamonds. Want elke keer doodgaan door de rotlava. Ben ik ooit zo'n 30 diamonds kwijtgeraakt totaal. En nog 5 stuk rails. Oftewel heel veel iron. Maar ja. We komen er allemaal wel bovenop. Weer 30 levels zijn bereikt, dus laten we een enchant doen. Hopelijk een silk torch, want fortune heb ik toch al. Gewoon een silk torch. Een fortune, natuurlijk. Eerst geeft hij me 5 achter elkaar geen fortune, alleen maar unbreaking 3 en visie 4's. En nu opeens dat ik geen fortune meer hoef, geeft hij eentje. Typisch Minecraft. Oké, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Dillebone, verander het algoritme alsjeblieft. Oké, okay. Dan gaan we die twee dingen wat doen. Let maar op. Duw, duw. Pang. Veel betere. En nu nog even level 30 worden. En dan weer één pickaxe enchanten. En nu, hopelijk, silk torch. Want anders ben ik diep teleurgesteld. Oké. Komt ie. Level 30. Daar mijn pickaxe. Ik denk toch dat ik mijn silk torch boek mag gaan gebruiken. Want die heb ik al een tijdje. En ik wil eerst gewoon op de shear zetten voor cobwebs en glas en glowstone. Want de glas en glowstone kun je niet snel hakken met geen enkele tool. En als je dan een shear hebt met silk torch erop, hak je glas en glowstone zonder dat de durability eraf gaat. En nog steeds het even snel als normaal. Dus... ja. Yeah. Weet je wat, ik ga nog even wat andere keren wat verder proberen met enchanting. Of ik kan wat iron pickaxe proberen. Dat doe ik even. Ik ga een stuk of 5 iron pickaxe enchanten en dan... ja. Hopelijk silk torch erop. Op minimaal 1 van ze. Want dan hoef ik mijn boek niet te... Oké, montage tijd begin. Ik praat heel langzaam, maar omdat het zo snel is, lijkt het alsof ik normaal praat.
Oké, net zag je dat een stukje dat ik even bezig was met het aanleggen van de Nethertunnel. Ach, even wat zachter. Even wat zachter. Vloetje. En dat is de Nethertunnel vanaf de Netherhub gaat er een tunnel naar mijn mountain base. Die weet je, dat gebied bij de bergen. En vanaf de bergen gaat er nog een tunnel verder naar deze portal. En ik had het helemaal aangelegd. Nou, bijna helemaal. Alleen de tracks en zo. En die hele tunnel wordt hetzelfde als het ene design dat ik in mijn hoofd had. Laat ik even zien. Even naar mijn testwereld. Dat is dit design. Dit is gewoon van binnen. Je ziet spruce leaves met soul sand erachter. Achter, pardon. En quartz en zo. Dat zijn dan slabs. Dat is veel goedkoper. En dan heb je om de 6 blokken, er zijn 6, er zitten 5 tussen, maar dat is om de 6 blokken heb je een palen van klei. En elke keer is er een ander soort klei. Dus rood, oranje, geel, groen, donkergroen, cyan. Dus van een regenboog en zo. En zo ziet het tunnel dan uit als je zo erheen gaat. Wel heel vet, denk ik. Maar wel heel duur. Maar ja, wij gaan voor de luxe. En ik heb eventjes op een wiskundeschrift alles even uitgetekend. En het hele huis komt vanaf hier. Tot daar, tot daar, tot daar. En je weet, even naar mijn wereld gaan, van de huisbouwwereld. Negeer dat die twee gebouwen. Ik ben een beetje aan, vind ik het leuk om gewoon wat villa's te bouwen. Ik ben nu met deze af, kun je zien. Ik vind het wel vettig uitzien, die villa. Een beetje 19e eeuws, 18e eeuws. Ben je begonnen, dit is ook een hele rare villa. Beetje experimenteren, is altijd leuk. Maar ja, even daar naartoe. Want je kunt zien van boven. Het is niet echt super groot als je het nu bekijkt. Maar als je daar staat wel. Is je kunt zien, hier zit een heel gat met helemaal niks. Dus dit gedeelte hier. Is als het ware. Dat gedeelte. Hier zo. Dus dat is geen probleem met die rivier. Misschien een klein beetje aanpassen. Maar het maakt niet veel uit. In ieder geval. Ik wil vandaag alleen een beetje de basis gaan bouwen. Want het echte bouwen is saai om te filmen. Ik ga er misschien wel timelapse van doen. Dat ik gewoon zo bouw en zo. Misschien met F1 mode aan. Ik zie wel. En nog even wat informatie. Deze villa is niet ons echte basis. Hier, dit is gewoon een leuk bijprojectje. Gewoon een vakantiehuisje. En bij die ene bergen. Dat ene eiland. Daar is onze echte basis. Daar gaan we nog de ene zwevende ding maken. Met een enorme storage room, met sorting systems, met allemaal farms, met enchanting, met XP farms, mob grinders. Wat echt enorm zwevend ding met alles erop en eraan. Een soort van UFO, zei de Vedal. Maar ja, moet ik even op mijn schrift kijken. Als het goed is, moet ik wat slabs maken. Hier, maak het eventjes. En hopelijk vergeet ik het niet, maar heb ik een foto ingemonteerd van wat ik in mijn schrift heb getekend. Beetje, het ziet er een beetje raar uit, maar zo teken ik meestal wel. Even kijken, ik moet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naar buiten. Deze eruit. En dit is het zwembad. Dus 3, 4, oh. 4, 5, 6, 7. En dan moet ik even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Even erbij schrijven dan, dat het 14 moet. Oké, dan moet ik 14 naar buiten. Dus al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je kunt ook zien, hier moet ik heel veel terraforming doen. Bijvoorbeeld, hier komt ook een muur van het huis. Gaat een beetje de berg in, wat er vet uitziet. Maar ja, dit is het zwembad in ieder geval. En dit bouwwerk gaat echt heel veel kwarts kosten. En ook heel veel wol voor het dak. Want het dak is van carpet. Maar ja, ik laat het eventjes voor zo. Want ik wil alleen een beetje de basislijn aanleggen. En dan moet ik 1, 2, 3 overlaten. En dan nog eentje. En dan hier. Als het goed is, er nu 4 tussen. Nee. Nee, wacht. 1, 2, 3 van gravel. Dan heb je die, die. Ja, klopt wel. En die moet 2 omhoog. Weg. Nee, 3 omhoog was dat. Oké. Je kunt straks een beetje zien wat ik al aan het doen ben nu.
Oké, okay, komt daar glowstone, hidden lighting van mij. Zo. Dus het tuintje hier ook. En dat netherrijk, dat zie je straks niet. Dit was eerst het ene poeltje met water. Ik heb gewoon het netherrijk opgevuld voor de sake of goedkoopheid. Oké, okay, dan dit. Even mijn schrift wat beter neerleggen. Even links naast me. Hoef niet de hele tijd weg te kijken. Oké, okay. Dat is beter zo. Dan moet ik hier weer pillar doen van 3 hoog heb ik neergezet. En hier een pillar van 2 hoog, dacht ik, ja. Dan hier kwart, nee, dat moet 3 hoog. En hier kwart. Beetje sided bouwen, hè? Weet je wat? Ik doe eventjes een timelapse weer. Gewoon een zoveelste timelapse. Oké, okay. Ziet al heel vet uit deze basis, moet ik zeggen. Wat ik tussen nu en de volgende episode ga doen, ik ga heel veel zand verzamelen, heel veel kwarts. En ik ga de buitenmuren helemaal aanleggen en het zwembad ga ik ingraven. Dan kunnen we volgende episode de hele file afmaken als ik genoeg kwarts heb gevonden. Want het heeft nogal wat gekost en gaat nog heel veel kosten, dus ja. En, oh ja, nog even voor dit. Hier doe ik iets van 3 of 4 van die snowcovers overheen. Valt helemaal niet op. En je hebt gewoon belichting die er doorheen schijnt. Maar ja, ik vind het wel goed genoeg geweest voor deze episode. Best veel gedaan. Begon in het huis. En de volgende keer maak ik hem af. Hoop ik. Ik weet het echt niet zeker. Maar in ieder geval, als je de video leuk vindt, kun je me een like geven. Een like helpt heel erg. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Oké, ik was er eventjes aan het minen op zoek naar diamonds. Niet echt succesvol, maar wel wat emeralds. Opeens hoorde ik wat skeletons. Ik groef hem hoog. En tada. Dus we gaan even kijken wat het is. Wat het is wel duidelijk. Het is een skeleton dungeon. En het gaan we voorzichtig aanpakken. Zo. Torch. Oké, okay. Daar is een skeleton daar. Oké, nu komen ze, ja. Oké, iets verder die kant op volgens mij is de
Spanner. Nee, die is daar. Oké. Sterf, sterf, sterf. Oké, help, help, help. We zijn er nog wel. Oh shit, ik moet natuurlijk even oplichten. Dat is niet goed gedaan. Oké, dit nu lukt wel. Perfect. Wat zit er in de chesten? Oh, een name tag. Awesome. En een andere. Oh, nog twee name tags. Nog awesomer. Wat? Ik ben nu gewoon een keer langs gegaan. Ben ik echt blind? Oh, kijk. Full chain. Dropt hij iets? Nope. Oké.